Hoe gaat het met Tiel als winkelstad? Om inzicht te krijgen in wat er precies gebeurt in het centrum plaatst Tiel telpunten. Aan de hand van hun telefoonsignalen worden de bezoekers en de manier waarop zij zich in de stad bewegen voor tenminste 3 jaar precies in kaart gebracht. Los daarvan laat Tiel onderzoek doen naar hoe de grote veranderingen in het parkeren in de stad uitpakken. Het gaat dan met name om het openen van de parkeergarage, het leegmaken van de Waalkade en het toevoegen van parkeerplaatsen aan de Zandwijkse Poort. Centrummanager Gert-Jan van Inge is blij met het initiatief van de gemeente. Ja, wij zijn daar heel blij mee, want op die manier kunnen wij meer inzicht krijgen hoe de mensen die hier in de stad komen, welke kant ze opgaan en waar we aandacht voor moeten hebben. En misschien dat wij door de uitkomsten van dat onderzoek ook kunnen zien of wij nog iets moeten doen aan het parkeren. Of dat er dus een accent gelegd moet worden ergens op. En dat kan er allemaal uitkomen. We zien wel dat de winkels stoppen, maar er komen ook nieuwe winkels bij. Dus het bestand is ongeveer gelijk. En het beleid wat de gemeente op dit moment voert, waar het voor Tiel ook achter kan staan, is om de hoofdwinkelgebieden om die te accentueren en te zorgen dat in de aanloopgebieden de winkels compacter worden, zodat er in het hoofdwinkelgebied, het kernwinkelgebied, zo weinig mogelijk leegstand ontstaat. Wij zijn niet tevreden over, ja, en dat is iets wat elke keer weer terugkomt, het feit dat bij evenementen, zoals Dickens bijvoorbeeld in december, aangetoond is dat op dat moment de Waalkade wel open zou moeten voor parkeermogelijkheden. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat op de 3 poorten nou goede parkeervoorzieningen gemaakt worden. Maar bij evenementen blijkt dat dat niet voldoende is. Nou, er is flink geïnvesteerd door de gemeente en de Rabobank, maar ook door de ondernemers zelf. Die brengen per jaar ook zo'n 130.000 euro op aan reclamegeld, belasting. En daarmee kunnen wij een heleboel dingen regelen. De Flippas is een heel mooi voorbeeld ervan. Dat slaat nu echt door. We hebben nu al bijna 10 miljoen spaarpunten weggegeven. En hebben ongeveer al 3 tot 4 miljoen punten ingenomen. Dat zou nog beter kunnen. Hè? De mensen kunnen ook betalen met de Flippas. En ze kunnen ook het parkeergeld ermee betalen. Dus ja, dat neemt een enorme vlucht. En een tweede punt wat heel zichtbaar is geweest en nog steeds zichtbaar is, dat is de sfeerverlichting die we in de stad hebben vernieuwd. Dat heeft ook een hele behoorlijke uitstraling voor Tiel gekregen.